Hey mensen! Welkom bij de nieuwe serie Gênante Schoolmomenten. Een serie waarin we echte ongemakkelijke momenten van jullie gaan laten zien aan de kijkers. Jullie hebben massaal gekozen voor deze serie tijdens de decembermaand en dat betekent dat er nu 6 afleveringen online komen van deze serie. En in deze aflevering een bizarre ontdekking van Nora, een aparte manier om vrij te krijgen en misschien is het goed om op te letten als je roddelt over je lerares. We praten allemaal wel eens over onze leraren. Ze zijn nou eenmaal niet allemaal even normaal. Er zit niet voor niets het woord raar in het woord leraar. Maar je moet wel goed opletten wanneer je over je leraar of lerares kan praten. En dat was bij Jules, helaas voor hem, niet helemaal het geval. Hé, hey, ook een toets aan het inhalen? Wat heb jij? Ja, aardrijkskunde, maar ik snap echt niks van die stelling van Pythagoras. Hè? Welke docent heb je? Meneer Togé. Ik mevrouw Spruit. Oh, die heb ik vorig jaar ook gehad. Ze is zo irritant, hè? En ze ziet er ook gewoon uit als een gepofte aardappel. Nee, en het zegt inderdaad. Ja, maar eerlijk, en haar lessen zijn zo onverstaanbaar. Het lijkt wel alsof ze spruiten in haar wangen heeft zitten. Ja, dat verklaart haar naam. Oh, en niet te vergeten die geur. Echt, het lijkt wel alsof ze sigaretten heeft gerookt en daarna nog een broodje met sardientjes gegeten heeft. Echt vies. Hey, kijk, en zo'n blik, dat heeft mevrouw Spruit. Echt, het is echt verschrikkelijk gewoon, hè? Zo'n blik. Echt, zo ziet ze eruit. Echt een belachelijk mens gewoon. Ja, en dat geluid inderdaad, hè? Echt, ik snap niet eens dat zij kan werken, hè? Hoe kan zij werken? Het zou wel het leraartekort zijn, want... Ze staat achter hem, of niet? Mevrouw Spruit. Ik was net aan het vertellen hoe leuk ik jou... Hoe lekker ik de spruit... Ik moet even naar de wc. Dat wordt nablijven. Dat zullen best wel wat nablijfuurtjes worden, denk ik zo. Op naar de volgende. Op school gebeuren allerlei gekke dingen. Maar gelukkig zie je niet alles. Alleen Nora heeft iets gezien wat nooit meer van haar netvlies zal verdwijnen. En dat vond allemaal plaats achter een normale deur. Is dat nou bont wat je aan hebt? Nee man, dat draag ik sinds die documentaire van Franke Louise echt niet meer. Oké, waar is die dan van? Primark. Ja, Primark, prima, maar ik moet hier zijn. Oké, tot straks. Hé, tot straks. Trouwens, zie ik jou zo meteen nog bij Nederlands. Ja. Ja? Ja. Oké, doei! Nora! Oh! Kunnen we dit even geheim houden? Is dat nou bon, Nora? Dat kan toch niet meer sinds die documentaire van Famke Louise? Nee. Primark? Dank je. Oei! Ja, nou, ik ben blij dat ik nooit zoiets heb meegemaakt, want hoe ongemakkelijk moet dit zijn geweest? Jeetje. Goeie motorboot trouwens wel. Dat was wel echt netjes. Maar wat Marije heeft meegemaakt, was ook behoorlijk ongemakkelijk. Jullie kennen het vast wel. Je wilde een keertje vrij, maar je hebt gewoon geen goede reden. Nou, dit was bij Marije ook het geval en daarom ging ze langs bij haar afdelingsleider om vrij te vragen. Alleen dat liep niet helemaal zoals gepland. Hey, wat schrijf jij trouwens op om vrij te krijgen voor het 8e morgen? Tandarts. Oh, ja. Nice. Yes. Verlof voor het 8e uur. Meen je niet? Wat heb je bedacht? Dokter. Doei. Zo slim. Ja, oké, maar wat moet ik nou nog bedenken? Als iedereen uit de klas toevallig naar de tandarts of de huisarts moet, dan is dat toch super obvious? Doe anders gewoon begrafenis of zo? Van je oma?
Maar ik heb geen oma's meer, dat is raar. Boeien. Ik bedoel, dat gebruikt bijna niemand. En daarbij durft hij echt geen nee op te zeggen. Is een begrafenis. Ah, true. Oké. Okay. Succes. Thanks. Goed, wat is het dit keer? Dokter, tandarts? Een begrafenis. Amai, toch? Dat meen je niet. Oeh, ja. Ja. Gaat het? Ja, het gaat. Hier, ja. Wacht even. Ik heb iets voor je. Pak wat tissues. Hier. Ah, meisje toch. Doe maar rustig aanhalen. Even rustig adem. Ja, ik heb echt met je te doen, hè. Oh, dat vind ik zo verschrikkelijk voor je. Hey, maar ik vind het wel ontzettend goed dat je er gewoon bent voor je familie. Tegenwoordig zie je dat niet meer zo vaak, maar jij bent er gewoon echt. Familie heeft je nodig. Ja, weet je wat het is? Veel mensen die gebruiken dit ook heel vaak als een smoesje om vrij te krijgen. Maar nee, ik zag al meteen toen jij binnenkwam dat dat niet het geval was. Maar echt, je kwam hier binnen met je make-up uitgelopen, bleek gezicht, echt een grafkop. Je had echt een grafkop toen je binnenkwam. Je zag er echt niet uit. Ja, meisje, maak je maar geen zorgen. Dit komt allemaal goed. Jij krijgt vrij. Dat maak ik wel in orde. Dank u wel? Ja. Ja, dank u wel. Komt goed. Ja. Volgende! Tada! Die staat je echt heel mooi. Die kleur. Ik weet het. Oh, ik ben zo blij dat we vrij zijn er vandaag. Ik had het shoppen zo niet willen missen met jou. Die staat je echt heel mooi. Oh, hij is echt prachtig. Hij is heel mooi. Marije, wat doe jij hier? Jij moest toch naar een begrafenis vandaag? Ja, nog steeds. Ik ben aan het shoppen voor de begrafenis. Ziet u? Ja. Dat jurkje? Voor een begrafenis? Ja. En jij, Jessie? Jij moest toch naar de tandarts vandaag, of niet? Ja. Deze outfit is voor de tandarts. Ja. Wacht even, vindt nou niemand het raar dat die gast in een jurk staat? Oh nee, wacht, we leven in 2020. Alles kan en alles mag. Ik moet wel een heel klein beetje toegeven dat we het verhaal van Marije ietsjes hebben aangedikt. Heel misschien stond de afdelingsleider in het echte verhaal niet in een jurk daar in die winkel. Maar ja, Rick speelde die rol, dus we vonden het wel grappig. Wat? Dus ik had helemaal geen jurk aan hoeven doen? Sorry! Heb jij nou nog genante en gekke schoolverhalen? Laat het dan weten in je reactie. Of is het zo'n bizar verhaal dat je het niet in het openbaar wilt delen? Mail dan anoniem naar school@dillenhages.nl. En wie weet, gebruiken we de volgende keer jouw verhaal wel in onze sketch. Vond je deze video nou leuk? Ram dan op het duimpje omhoog. Klik natuurlijk gratis op abonneren om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's op dit kanaal. En klik natuurlijk op dat belletje. Bedankt voor het kijken. Later!